Het kabinet wil dat over 2 jaar alle rookruimtes in de horeca verdwijnen. We weten nu eigenlijk sinds een paar weken dat het eruit moet, hè, volgens de rechtszaak. En dan is 2 jaar is een mooie tijd. Op zich kan ik daar wel mee leven. Ik vind het een redelijke tijd om het te overbruggen. Ja. En wat was uw eerste reactie? Nou ja, kijk, wat natuurlijk blijft is dat het kapitaalverlies is. Er zijn heel veel mensen die hebben geïnvesteerd. Ik bedoel, hetzelfde geldt voor onze rookruimte. Dus die investering die ben je kwijt. Aan de andere kant, eigenlijk hangt het al een hele tijd boven ons hoofd. Nu is het in één keer zo. En dan in ieder geval nog 2 jaar krijgen om het te regelen. Ja, zo zei het. Ja, ja, want ik hoor al van u dat u gewoon bereid bent om aan te passen. Want, hoe gaat u aanpassen? Nou ja, je moet wel aanpassen. Nee, we halen de rookruimte eruit. En we creëren daar gewoon nieuwe situ. Het is niet anders. En de mensen moeten naar buiten om te roken. En wat voor kosten brengt dit met zich mee? Nou ja, op zich valt dat wel wat mee. De kosten zijn geweest. De investering in de tijd was een goede €10.000. Oké, dat is dus voorbij. Maar dat heeft de afgelopen jaren ook wel zijn geld opgebracht. En ja, ik zeg wel, wie wil hem kopen? Je kan er een mooie kast van maken. Een mooie glazen ruimte. Iemand anders zei, maak er een bushokje van. Nou ja. Maar ja, we moeten wat investeren om de hoek weer in te richten. Maar dat zijn natuurlijk peanuts in vergelijking bij het feit dat je daar 9 jaar geleden in geïnvesteerd hebt. Ja. Beeld op de toekomst is nog best wel goed dus. Ja, kijk, ik denk waar we heel erg van moeten oppassen, dat is dat het straks niet zo wordt dat we dan op het terras niet meer mogen roken. En voordat we het weten dan, nou ja, mag je in de hele straat niet meer roken. Ik ben helemaal geen rokers, nog sterker, ik kan helemaal niet tegen roken, maar ik vind als iemand rookt, rookt hij klaar. En als iedereen daar nou een beetje rekening houdt met zijn buren en met zijn medemensen, dan moet dat kunnen. Wij gingen de straat op om mensen te vragen wat zij ervan vinden. Rookt u wel eens een sigaretje? Niet meer. Ik ben al 2,5 jaar gestopt. Ik rook nooit een sigaret en ik heb ook nog nooit een sigaret gehad, dus. Nee, nooit. Nee. Nee, eerlijk niet. Helemaal nog nooit gedaan? Ja, voorheen wel, als ik op stap was. Dan wel. Maar voor de rest, nee. Nee. Ja. Ik heb wel gerookt. Ja, ik rook wel eens een sigaretje, ja. Ik heb nog nooit gerookt van mijn geboorte, of niet? Het kabinet wil over 2 jaar alle rookruimtes in de horeca hebben afgeschaft. Wat vinden jullie daarvan? Ja, dat vind ik een goed idee. Ja. Ja, ik ook een meisje. Ja, ik vind dat dat ook moet. Nou, dat vind ik wel een beetje onzin eigenlijk. Nou ja, niet onzin, want ik snap het ook wel. Want ja, roken is gewoon slecht voor je. En, alleen, het is wel gezelligheid, vind ik. En ook in een kroeg of zo, dan vind ik het wel... Dat ze het zelf mogen weten of ze dat nou wel of niet willen. Nou, dat vind ik belachelijk. Want die horecaondernemers die hebben er heel veel in geïnvesteerd. En mensen die roken, die moeten ook gewoon vrij kunnen zijn om gewoon naar de kroeg te kunnen gaan. Ja, ik vind dat eigenlijk wel wat dom. Want ik bedoel, dan moet iedereen zeker buiten gaan staan of zo. Dat is ook niet handig, dan krijg je alsnog overlast. Ik zou wel dat het binnen verboden moet wezen. Dus maar gewoon buiten, dan heb ik helemaal niks op tegen hoor. Men heeft dat toen ingesteld als overbruggingsperiode. Dus van het begin af aan wist men dat het niet voor eeuwig zou zijn. En nu is dus dan over 2 jaar die overbruggingsperiode afgelopen. Dus dan is het alleen nog ergens op de straat. En dan kun je zien aan de peukjes waar men staat. Dat vind ik erg. Voor de rokers. Dat vind ik heel erg. Ze moeten gewoon die rokers laten gaan. En laat ze maar stiekem roken. Ook in een café, maar afgesloten in zo'n ruimte. Dat vind ik tenminste. Dat is mijn mening.